lolly. Polly en Lolly. Ja. Oh, dit is mooi met Lotte. Ja, hij is leuk, Lotte. Ja, ik vind hem ook echt heel erg leuk. Dan krijgt zo de hele dag de neiging om erop te klappen. Hey, superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Ik ben Lotte en vandaag ben ik met mijn moeder. Wil je jezelf voorstellen? Nou, ik ben dus Lottes moeder. Ik ben Polly. Polly en Lolly. Polly en Lolly, ja. En we gaan vandaag samen een video filmen hier. We zijn nu op Hoge Catharijnen. Het lijkt net alsof we buiten staan, maar dit is een hele grote muur met een leuke poster erbij. Ja. Wil jij vertellen wat we gaan doen? Het is de bedoeling dat ik met Lotte een kledingwinkel induik. En dan mag ik helemaal vrij bepalen wat ik denk wat een leuke outfit is voor Lotte. Ja, dus mama kiest mijn outfit vandaag. Ja. Ik ben zelf ook heel erg benieuwd, want we hebben best wel verschillende kledingstijlen. Ja, maar Lotte doet dit natuurlijk om mij te testen of ik goed opgelet heb in haar weekvlogs. Nou, ik denk vooral dat het heel entertaining is om naar te kijken. Ja, precies. En ik ben ook gewoon heel benieuwd, want ja, ik heb natuurlijk wel eens wat aan en dan zeg jij van, oh, dat staat je heel erg goed. Maar ja, misschien denk jij ook soms wel eens van, nou, wat heb je nou weer aan? Nee, dat heb ik nog nooit gedacht. Nee? Nee. Oh. En ik slijm nooit, ik ben altijd eerlijk. Oké, nou, we gaan denk ik eerst naar de Kosten, want dat vind ik altijd wel een hele fijne, rustige winkel. Dit is niet gesponsord. Die ken ik ook überhaupt niet. Nee, het is wel een leuke winkel, heel rustig. Oké. Okay. En doe alvast een duimpje omhoog als je er zin in hebt. Ik wel. Nou, daar zijn we dan, bij de Kosten. Nou, gaan we naar binnen? Ja. Nu al? Ja. Die niet. Zo'n rokje zou eventueel al in aanmerking kunnen komen. Even kijken hoor, dit moet ik even zien, dat is een XXL. Een jas. Jassen heb je genoeg. Ja, maar het gaat om wat jij voor mij zou uitkiezen. Die broek niet. Die rok eventueel. Hij is niet zwierig genoeg aan de onderkant. Deze is wel wat voor jou. Denk ik. Even kijken. Dit soort details. Heeft hij dat aan de mouwen ook? Ja, dat is goed. Dus deze vind ik wel leuk voor jou. Dit, hier wil ik je wel een keer in zien in zoiets. Maar, kijk, okay. Maar dit vinden ze een beetje Marlene Dietrich. Mm-hmm. Nee. Die is ook leuk. Mm-hmm. Daar ga je hele even kijken hoor. Staat je goed, maar maak je misschien een beetje breed. Nee. Nee. Dit vind ik voor jou een mooie kleur. Ik vind die kraag leuk, omdat die zo wijd valt. Het patroon vind ik leuk, maar ik twijfel over het materiaal. Oké. Dan wil je dat ik hem toch aanprobeer? Misschien bij die broek. Oké. We hebben ook nog deze broek gepakt. Die leek mama ook wel leuk voor mij. Nee, dat is net alsof je op ballet zit als klein meisje. Je kijkt echt heel verwachtingsvol naar me alsof ik mijn mening ga geven, maar... Dit is ook wel heel leuk. Mm-hmm. Even tegen je aanhouden. Ik vind hem iets te grof. Oké. Voor zo'n fijn prinsesje. Tiger Lily. Ja, volgens mij is dat meer slangenprint. Ach zo, ja. Denk ik. Ja, maar dat geeft niet. En je bent een leeuwtje, hè? Nee, die heeft geen vorm. Oké. Vind ik ook niet leuk. Hier is alles groen. Ja, nou ja, dat... Oh, hier hebben ze flare jeans. Ja. Voor jezelf of voor mij? Nee, voor mij. Dat ben ik... Nou, die mag je ook straks passen, hoor. Knippen we eruit. Deze vind ik, denk ik, wel. Oké. Ja, wat denk je dat mij beter zou staan? Even kijken hoor. Ja, allebei. Je kan ze allebei goed hebben. Nou, ik heb 3 outfits om te passen. Dus
Ik ben heel benieuwd. Ik ga eerst deze outfit passen. Met een beetje terracotta pantalon. En dan dit blouseje erbij. En deze jas eroverheen. Maar is hem misschien nog te groot, hè? Nou, dit was een S, toch? Of een 36? Ja, ik vind hem ook aan de grote kant. Ja. Hij is ook sowieso te lang. Ja. Maar wat vind je van het idee? Het idee vind ik super leuk. Het is toch weer een hele andere Lotte als verschijning. Mm-hmm. En inderdaad, hij is een beetje ruim, maar ik vind het leuk, zo die combi. Alleen het stofje vind ik beneden alle pijl. Die kwaliteit vind ik niet zo... Ik zou ook niet zelf voor dit stofje kiezen, inderdaad. Nee. En de blouse? De blouse vind ik helemaal perfect. Ook het kraagje. Ja. Of vind je hem al te diep? Nee, ik vind hem ook echt heel erg leuk. Ik vind ook de mouwen leuk. Ja, ik vind deze jou echt mooi in je kracht komen. Ik ook. En ik vind ook het printje heel erg leuk. Ja. En ik vind het ook wel mooi dat hij een iets wat glansje heeft zonder dat het heel heftig is. Ja. Ja, ik vind deze mooi. En jammer van de broek, want je kan zo'n broekmodel wel hebben, vind ik. Ja, dat vind ik ook wel. Ja. En dit is dan met de jas. Ja, die jas is mooi. Ja, jammer van die broek. Als hij nou echt goed om je heen zat, zou ik het ook met die jas vind ik hem mooi. Mm-hmm, ik ook. Ja, ik was zelf denk ik voor de korte jas gegaan. Die heb ik niet kunnen vinden in deze. Nee, dat klopt. Maar omdat je twijfelde tussen de lange en de korte. Mm-hmm. Maar ik vind deze kleur wel mooier dan die donkergroene. Ja, absoluut. Hé, hey, leuk. Maar dat is wel heel komisch. Je lijkt het net door die zakken komt. Dat alsof je hele broek heeft, hè? Ja, de broek is een beetje te groot. Kijk maar, hij is echt... Maar de achterkant is wel leuk, maar de voorkant met die zakken, dat vind ik niet mooi dat die zo... Nee, hè? Je kijkt er ook zo in hier. Nee, dat is niet zo mooi. Dat vind ik ook niet mooi. Nee. Maar op zich wel heel leuk, vind ik. Kan. Ja, vind dat truitje vind ik wederom, het bovenstuk vind ik ook weer heel erg mooi. Ja, ik ook. Er zitten ook mooie details in. Ja. Kijken. Zit mooi op je schouders, de maat is perfect. Ja. Ja, nou, ik hou ook wel van nauw aansluitende tops op zich. Oh, en als die broek nou anders was, maar het lijkt alsof je zo'n bord hebt voor je heup of Het maakt het heel hoekig. Ja. Klopt, ja. En hij is sowieso te groot. Hij had gewoon wat strakker moeten zitten. Maar ik vind het wel een hele mooie kleurcombinatie. Ja, absoluut. Dat wel. Maar als model broek vind ik die Marlene Dietrich broek mooier. Als die in jouw maat was geweest, hè. Ja, grappig. Dus dit is de tweede. Deze broek is eigenlijk alleen maar leuk als je de hele tijd met beide handen in je broekzak hebt. Ja, dan staat dan het is leuk. Die wel leuk. Ja. Mag je weer komen, mami? Oké. Nou, zo. Die zit strak om je heen. Ja, het is ook wel een mini rokje inderdaad. Ja, inderdaad. Hij is echt aan de korte, strakke kant. Ja, en de achterkant? Zo. Dan krijgt Zoe de hele dag de neiging om erop te klappen. Ja, als ik eerlijk ben, dan vind ik ook hier weer het bovendeel best geslaagd. Ja. En het onderdeel toch niet. Nee, ik ook. Ik ben het met je eens. Ja. En ik vind ook dat dit heel raar is voor mijn figuur. Ja, klopt. Dat maakt me echt een beetje een driehoek. Ja. Omdat het rokje zo strak zit natuurlijk. Nee, dat is inderdaad, daar heb ik helemaal me op vergist. Ja. Hij past wel trouwens hoor. Ja. Het is wel gewoon de goede maat, maar het is gewoon een rokje dat wat strakker valt. Maar wat vind je van de print vind ik niet zo heel erg bij je passen. Nee, hè? Nee, ik zou dit ook zelf nooit voor mezelf uitkiezen. Nee. Tot nu toe alle items dacht ik van, oh ja, dit had ik wel zelf ook kunnen pakken. Behalve dit rokje eigenlijk. Ja. Nee, ik dacht ik doe even. Ik ja, dat is goed. En de trui? De combi inderdaad. Ja, de trui is goed, maar... Want die vind ik wel heel leuk, namelijk. Leuk, dit is best wel een bijzonder. Ja. Dat zie je niet vaak. Nee. Vind ik wel leuk. Ja. En we gaan nu nog even naar de Primark. Wel mooie kleuren dit. Ja. Ach, kijk, dit vind ik ook echt zo. Daar zie ik zo mijn Lotte popje in. Ja. Dat vind ik wel leuk. Als je hem draagt, wat doet dat dan met je? Dat gaan we misschien zien dan als je wil dat ik hem pas. Ja. Zo'n makkelijke outfit, één item. Ja. Hey, lekker teddy, die past bij je hoodie. Ja. Maar kijk eens van binnen. Hmm. Nee, die valt... Oh, die! Die is misschien leuk. Oké. Okay. Kijk, aan de achterkant vind ik wel grappig. Mm-hmm. Een splitje. Kijk, deze broek is natuurlijk in die zin
Hij is wat speelser, hè? Maar mm-hmm. hij heeft ook wel deze. Oh nee, die zijn dicht. Kijk maar. Ja. Dus dat zou nog een poging... Volgens mij is dat aan de achterkant een beetje pimperachtig. Oké. Okay. Denk ik. Hier moet ik gewoon meer moeite doen, merk ik. Mm-hmm. Dit is wel fijn, hè? Kijk me eens aan. Ja, maar dan moeten we dan iets daaronder hebben. Ja, ik maar neem we deze wel mee. Oké, okay, doe maar in het mandje. Is dat de goede maat? Een S. Oké. Okay. Tenminste? Ja. Dit vind ik wel geinig voor jou. Mm-hmm. Oké. Okay. Ga ik mee. Is goed. Dat is volgens mij one size fits all. Ja, klopt, ja. Zo'n soort kast. Kan je je boeken in doen. Oh, dit is mooi met dit is misschien ook een keer interessant. Kijk maar, hier staat Europa 40. En nee, hier je moet altijd naar de binnenkant naar de kijken binnenkant. Bij Primark. We zijn nu bij Primark. Mijn moeder vond het hier een stuk lastiger dan bij de Kostas, ja, hè? Ja. Ja, heel lastig. We hebben uiteindelijk wel volgens mij 3 outfits. Ja, 3 outfits. Mm-hmm. Dus mama heeft wel heel erg haar best gedaan. Maar volgens mij had je bij alle items een beetje twijfel. Behalve bij het eerste jurkje. Ja. Ja. Ja, en de jas vind ik. Oh, ja. Daar ben ik vooral heel benieuwd naar hoe die bij jou staat. Die doen we even als eerste, deze jas. Mm-hmm. Ik vind die leuk, Lotte. Ja? Ja. Ja, er zitten hier en daar wat pluisjes aan. Ik vind hem ook leuk. Wat is dit? Ja, dat doen ze om die knoopsgaten te beschermen of zoiets. Of, daar zitten helemaal geen knopen en dingen aan. Nee, wat is, moet je dit zo eraf halen? Oh, dat zijn gewoon klemmetjes. Ja, maar waarvoor? Ja, dat weet ik ook niet. Nou. Maar hier in die jaszak? Nee, ik laat ze hier liggen. Oké. Ik vind hem heel erg leuk, Lotte. Ja, ik vind hem ook heel erg leuk. Hij is echt leuk. Verrassend leuk. Terwijl ik hou eigenlijk niet van grijs. Voor nee, bij maar mezelf. Het zit hem in de combi. Ja. Ja, hij is leuk, Lotte. Ja, ik vind hem ook echt heel erg leuk. Ja, hij maakt je echt op een leuke manier volwassen. En chic en toch niet te... Ik vind het ook echt heel erg leuk. Dit is echt zoiets waarvan ik dan denk, zal ik hem kopen? Ja. Maar eigenlijk heb ik niet echt een jas. Nee, nee. Tenminste, ik wil wel graag een nieuwe winterjas, maar dan zou ik er eentje nemen die dicht zou kunnen. Precies. En deze kan niet dicht. Nee, dat zou een coupeuse trouwens wel kunnen regelen hoor. Die ja, maar dit, als ik deze dicht doe, dan ben ik weer heel erg slaapzak. Ja. Maar hij is heel erg leuk. Ja. Hij staat echt mooi. Ja, die had ik voor mezelf dus nooit gepakt. Dus dat is wel het leuke van deze challenge. Ja. Dus heel leuk. Heb je goed uitgekozen, goed. Mama? Wat vind je daarvan? Ik moet even hier, want anders zit die stip in het midden van mij. Ja, moet ik even Nee, zo is goed. Ja? Ik vind de broek heel erg leuk. Ik ook. Die zit ook goed. Ja. Is wel lastig met ondergoed, want je ziet echt elk naadje erin. En ik zou hem toch niet kopen vanwege dat riempje dus. Want kijk, het zit nu al... Tenzij iemand jou uitlegt hoe dat ook alweer precies moet. Maar hij staat me wel heel erg mooi. Ja. Dus dit vind ik wel... Ja, en hier heb je mooi. Ook zakken, maar je hebt niet maar last hier, ervan. Nee. Dit is beter gedaan. En, echt een en leuke mooi die broek. Plooien, die bandplooien aan de voorkant. Ja, hoe moet heel dat leuk. Toch Ja, ik weet het echt niet. Sarah heeft het me een keer uitgelegd, maar ik ben er echt te dom voor. Ik snap het niet. Maar goed, en het topje, wat vind je daarvan? Het topje vind ik best wel leuk. Ja, ik niet. Niet? Nee, dat ik zou dat topje niet? Echt niet... Nee, gewoon de print niet, de kleuren niet. Hij nee. is ook een beetje simpel, hè? Ja, maar ik hou op zich wel van simpel. Maar het staat wel mooi bij elkaar, maar dat wel. De broek vind ik hem wel kunnen. De broek pimpt het shirtje een beetje op, zeg maar. Ja. Ja, ik vind de broek erg leuk. Die is zeker leuk, ja. Heel mooi. Nou... Kijk, dat is beter dan dat rokje net met die slangenprint, hè? Ja, ik kan ook beter inderdaad iets hebben wat hier niet strak is. Hier moet het wel strak bij mij, maar hier niet juist. Mm-hmm. Wat vind je ervan? Ja, ik zie deze hier moet trouwens nog een knoopje vast. Ja. Nu zit de hals een beetje gek. Ja, wil jij dat doen? Ja. Dit is dus zo'n kledingstuk dat ik in mijn eentje nooit aan zou kunnen krijgen. Mm-hmm. Ik vind... Best wel geinig. Ik vind het ook leuk. En dan zou ik dat denk ik een panty of iets in diezelfde kleur. Nee, zwart. Zwart? Ja, ik heb altijd zwarte panty. Maar dan gewoon een panty die niet heel dekkend zwart is. Dus een beetje een dunne panty.
Ja, de conclusie van het blouseje is dat we hem wel heel mooi vinden qua pasvorm. Maar dat we de kleur net niet helemaal Lotte vinden. Het is net iets te donker misschien, ja, ook wel. Klopt. Ik had het mooier gevonden met wijnrood. Maar het staat wel heel leuk op elkaar. Dus dat heeft mama wel goed gedaan. Ik heb er niet zo'n gevoel van mm-hmm. wauw, weet je wel. Ja. En ik vind het rokje wel heel leuk. Die wil ik misschien wel meenemen. Kijk. Het is op zich, de kleur is inderdaad wat hij net al zegt. De kleur is in principe hetzelfde verhaal, mm-hmm. maar het zit hem in het model. Ja, dat is superleuk. Hier vind ik de kleur dus niet storend. Precies, en een goede uitblinkende lippenstift. Die past hier wel mooi bij. Misschien een beetje roodachtig, donkerrood. Ja. Hij heeft wel een mooie pasvorm. Dit is voor mij precies het juiste qua pasvorm. Mooi. Dat het hier mooi zo loopt en dan hier uit. En dit is ook zo super met die driehoekige dingen hier aan de zijkant. Het enige wat ik vind is dat hij best wel kort is. Mm-hmm. Aan de achterkant. Mm-hmm. Zie je wat ik bedoel? Ja, ik zie het. Dus dat... Hij loopt sowieso een beetje asymmetrisch. Ik moet er wel bij zeggen, dit is een XS. Dus dat is eigenlijk wel... Eén maatje kleiner dan wat ik normaal gesproken draag. Mm-hmm. Dus ik denk een S zou dan weer net een centimeter langer zijn. Mm-hmm. En hij is ook asymmetrisch. Zie je dat? Ja, hij is een beetje zigzag. Mm-hmm. Ja, maar wel heel mooi. Met een leuke lipstift en misschien een hangertje of iets. Ja, een kettingje erbij. Ja, deze vind ik wel heel schattig. Ja. En hij voelt ook lekker, denk ik. Hè? Het heel lekker zacht stofje. Ja. En volgens mij hadden ze hem ook nog in andere kleuren. Dus mocht je geïnteresseerd zijn in de jurkjes, ze hebben hem ook in het grijs, zag ik, en in het beige. Mm-hmm. Dus ja, ik vind deze wel heel leuk. Ja, deze hadden ze helaas niet in een maatje groter. Anders had ik hem wel gekocht, denk ik. Hebben we goed gekeken? Ja. Deze hadden ze alleen in een XS of in een M. Maar een M zit dan weer te los. Nee, M kan niet. Want hier zit hij al niet super strak. Ja. Ja, mama wilde ook graag nog dat ik de baret bij een van de outfits ging passen. Alleen je mag het niet meenemen in de pashokjes. Dus ik heb hem even nu gepast. Hij is wel heel leuk, vind ik. Ja, ik vind hem echt leuk. Gaande. Maar staat het me ook qua kleur? Is het niet meer voor blondines? Twijfel ik aan. Kijk, bij een blondine zie je hem niet zo goed afsteken. Dat is dan bij jou wel. Mm-hmm. Ik vind dat het wel kan. Of je moet aan je volgers vragen, wat vinden jullie? Wat vinden jullie? Jee of nee? Ja, voor nu laat ik hem dan liggen. Ja. Maar wie weet kom ik er dan nog voor terug als iedereen zegt ja, dat moet je doen. Ik ben benieuwd. Ik vind hem geinig. Ja, ik vind hem ook wel echt heel erg leuk. Ik twijfel alleen of de kleur bestaat. Snap ik. Oh, warm. Nou, we zijn weer de winkel uit. Ik heb uiteindelijk de broek meegenomen. Die camelkleurige beige broek. En wie weet ga ik nog terug voor de baret. Heel erg bedankt dat je voor mij outfits uit wilde zoeken. Ik vond het leuk. Ja, ik ook. En leerzaam. Ik vond het heel erg leuk. Het heeft me niet vermoeid en niet verveeld. Nee, mij ook niet. Ik ben wel nu moe, maar dat komt meer van het passen en niet van jou. Ja. En we rammelen een beetje. Ja, we gaan nu lekker lunchen. Ja. Nou, heel erg bedankt voor het kijken. Laat zeker even weten in de comments wat jij van de outfits vond en welke outfit je het leukste vond. En geef mijn moeder natuurlijk even... geef de video natuurlijk even een duimpje omhoog als je vindt dat mijn moeder het goed heeft gedaan. Ja. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei! Doei.